Dit is mijn uh, eerste poging om een uh, vlog te maken, of in elk geval iets dat erop lijkt. Ik weet nog niet precies uh, wat het is, maar hoe dan ook, het is een, een video-opname van een keynote die ik uh, november 2015 heb gegeven over uh, de zin en de onzin van 21st-century skills. Um, ik ben van plan om het een beetje uh, uit de losse pols te doen, niet super strak. Uh, ik wil niet al te veel knippen en plakken. Ik wil vooral dat het een beetje ontspannen is en uh, goed te volgen is. Um, ik verdwijn straks uit beeld en vervolgens uh, zal ik uh, um, auditief toelichting geven uh, bij de mooie foto's die af en toe langskomen. Ik wil uh, uh, dit graag uh, beginnen met uh, deze foto. Um, um, ik moest denken toen ik hiermee bezig was uh, om deze keynote voor te bereiden aan wat een vriend van mij vertelde over zijn afstudeerproject. Uh, het gaat straks dus over de 21st century skills en um, hoe we daarmee om moeten gaan, of niet in het onderwijs. En hij gaf aan dat um, nou, hij, hij weet niet zo heel veel van onderwijs, behalve dan um, zijn eigen onderwijs, wat hij heeft doorlopen. Um, maar goed, hij gaf in elk geval wel aan dat tijdens zijn afstudeerperiode um, had hij best wel geworsteld met het feit dat hij gewoon in feite een half jaar lang in de steek werd gelaten door iedereen. Um, hij kon in feite doen en laten wat hij wilde, niemand die meekeek, niemand die vinger aan de pols hield, niemand die af en toe kritische vragen stelde, wat dan ook. Uh, hij werd echt letterlijk aan zijn lot overgelaten en dan een half jaar later wordt er gekeken, goh, wat heb je nou gedaan en is dat of goed of fout? Ja, dat is volgens mij niet helemaal de manier waarop de, de, de echte wereld werkt. Um, hij is nu ook, um, uh, hij is als programmeur uh, werkzaam en hij werkt heel intensief samen, um, eigenlijk elke dag um, en uh, samen houden ze elkaar scherp en uh, verbeteren ze elkaar, zijn er mini-onderzoekscycli die continu plaatsvinden, iets uitproberen, werkt dit, ja, nee, weer verder um, en, en um, nou, ik denk dat die manier van werken veel dichterbij de werkelijkheid staat, um, nou ja. Leek mij een interessante casus om mee te beginnen, om eens na te denken over de 21st Century Skills. Er is ontzettend veel geschreven en waarschijnlijk ook gevlogd en geblogd over de 21st Century Skills. Um, heel veel mensen zijn kritisch, um, heel veel mensen zijn uh, sceptisch, uh, heel veel mensen zijn lyrisch, positief, enthousiast. Uh, in dit vlog wil ik ook zeker niet uh, alle antwoorden geven of uh, heel stellig uh, mijn visie op dingen um, uh, geven. Ik wil gewoon uh, tot nadenken aanzetten en ik hoop dat we de discussie kunnen houden van wat moeten we nu of moeten we inderdaad iets in het onderwijs met die 21st century skills. En dan begin ik even met um, um, wat tegenstanders vaak zeggen, en die beginnen al meteen met zeggen: Ja, die 21ste eeuwse vaardigheden dat is toch niks nieuws, dat, dat is niks anders dan oude wijn in nieuwe zakken. Het is uitgekoud, het is al zo oud als de weg naar Rome, uh, het is al in feite waar Socrates het er bijna 2.500 jaar geleden over had. Um, als we het hebben over kritisch denken, als we het hebben over probleemoplossend vermogen, als we het hebben over creativiteit, daar is niks 21e eeuws aan. Dat gezegd hebbende is ook dit een werkelijkheid waar we tegenwoordig mee te maken hebben in het onderwijs. We leven in een maatschappij waarin informatie ontzettend makkelijk beschikbaar is, in feite, als je het weet te ontsluiten. En ik denk dat de maatschappij nu anders is dan 10, 20, 30 jaar en zeker 2000, 2500 jaar geleden. Um, dit is voor mij een heel herkenbaar uh, plaatje, een heel herkenbare casus. Uh, dat is eigenlijk een beetje hoe ik ook uh, delen van mijn middelbare school ben doorgekomen. En daar moeten we ook mee om kunnen gaan. Hier staat een som, volgens wiskundigen klopt die niet, maar ik denk dat die voor veel mensen best herkenbaar is. Um, het is tegenwoordig redelijk eenvoudig om um, opdrachten die je krijgt van school. Te maken zonder dat het rendement echt heel hoog is. Als je een beetje een slimme leerling bent, dan kun je zonder al te veel inspanning net doen lijken alsof je ergens heel goed in bent. Dus de vraag is eigenlijk: hoe gaan we hier in het onderwijs mee om en wat willen we eigenlijk dat onze kinderen leren? Wat willen we ze meegeven? Zoals deze hele slimme Albert Einstein uh, zei, en hij heeft heel veel prachtige quotes, maar deze vind ik uh, erg aardig. Als je alleen maar blijft doen wat je altijd al deed, dan krijg je ook wat je altijd al kreeg. En um, daar, daar verbaas ik me nog wel eens over. Dat ik uh, nu studenten uh, begeleid op de Pabo die uh, in stage lopen in groep 7-8, waarbij kinderen nog steeds, uh, of nog steeds nou, hun, hun standaard spreekbeurt, hun standaard werkstuk, hun standaard boekbespreking houden. Zoals, zoals ik dat ook deed, uh, 25 jaar geleden. En um, ja, wat is er dan veranderd op school? Terwijl de maatschappij, en zeker de informatiemaatschappij, daar kom ik straks nog uh, op terug, heel erg is veranderd. Tegelijkertijd is het ook goed om niet alleen maar alles wat je deed weg te gooien. Hier heb ik een, een plaatje van uh, Confucius. Uh, en die zegt juist weer, ja maar je moet ook leren van het verleden. En benut het verleden, want anders... Ja, Anders weet je niet hoe je de toekomst moet vormgeven. En dat is ook waar. Dus ja, het is altijd de nuance. Het is altijd die balans tussen beiden. Een grappig fenomeen. Um, iets waar volgens mij niemand op zit te wachten. En uh, uh, iets wat ik soms ook wel zie als ik een uh, hoorcollege geef. zijn de verveelde gezichten van de studenten. van weer een saai hoorcollege. Ik zit weer te luisteren. Dit is niet meer bij de tijd. Terwijl tegelijkertijd. Uh, vrijwel hetzelfde fenomeen, ontzettend populair is. En iedereen is laaiend enthousiast over de inspirerende TED-talks die beschikbaar zijn um, en die prachtig worden gegeven. En in feite is dat gewoon een hoorcollege. Wat is er nou het verschil tussen het een en het ander? Ligt dat aan hoe de presentatie is? Ligt dat aan het onderwerp? Ligt dat aan de doelgroep die luistert? Het zijn allemaal vragen. Ja, ik heb er niet direct een antwoord op, maar ik denk dat het wel goed is om over na te denken. Hier zijn dan eindelijk die 21st century skills. Ik ga dit hele model nu niet toelichten. Ik heb een hele prachtige, nou ja, strakke in elk geval uh, kennisclip gemaakt, waarin ik deze 21st century skills wel uitleg. Um, um, die is apart uh, via YouTube te bekijken. Ik zal een link opnemen in de show notes. Um, maar hier staan ze in de in, in de de lichtblauwe vlakken en zoals je ziet gaat het om dingen als probleemoplossend vermogen, communiceren, kritisch denken enzovoort. Dus zijn dit echt nieuwe vaardigheden? Zijn dit echt nieuwe competenties of hoe je het wil noemen? Maar zijn dit echt nieuwe dingen die wij moeten kunnen om te kunnen overleven in de huidige eeuw? En dat is best een moeilijke vraag. Um, een deel van het antwoord is uh, nee, het zijn absoluut geen nieuwe dingen. Een andere deel van het antwoord is ja, want we doen het allemaal zo anders nu. En uh, de manier waarop we samenwerken en de manier waarop we creativiteit kunnen uiten is zo wezenlijk anders. Als we kijken hoe de maatschappij is ontwikkeld de afgelopen uh, eeuwen, uh, beginnen we heel lang geleden met een agrarische maatschappij uh, die eigenlijk best klein is. Uh, althans, de leefwereld is behoorlijk klein van mensen. Uh, en in vergelijking tot nu, ook best eenvoudig, ook al moet je veel harder werken waarschijnlijk dan dat we nu doen, um, is dit wel um, veel kleinschaliger en um, op een bepaalde manier laagdrempeliger of in ieder geval ja, tastbaarder of makkelijker om je, je, je vinger op de, de, de zwakke plek te leggen. Nou ja. Hoe dan ook, we zijn als mensheid uh, doorgegroeid naar een industriële maatschappij, waarbij weer andere vaardigheden werden gevraagd voor mensen, andere kwaliteiten, andere inzichten. Nou, zoals je hier ziet, samenwerking is ook ontzettend belangrijk in deze maatschappij. En hier, ook weer door technologie gedreven eigenlijk, is er een verandering teweeggebracht waarop wij als mensheid moeten anticiperen. Heel veel van deze dingen die, die destijds door de mens werden gedaan, die zijn ondertussen geautomatiseerd. En de meeste mensen vinden dat wij nu in een informatiemaatschappij zitten. Je ziet hier een afbeelding van het hoofdkwartier van Google. Volgens mij staat Google een beetje gelijk aan het woord informatie tegenwoordig. En uh, weten ze zo'n beetje alles van je. Uh, een, een transparant gebouw, dat moet gezegd worden. Uh, ik weet niet of het uh, altijd heel erg transparant is wat Google uh, doet. Maar ze zijn wel uh, alomvertegenwoordigd. En de, de informatiemaatschappij nu... Zegt eigenlijk dat onze uh, het belangrijkste goed wat we hebben, is informatie. En daarmee om kunnen gaan. En er is zo ontzettend veel informatie. Dat je heel goed moet kunnen filteren en moet kunnen bepalen wat is betrouwbaar, wat is nuttig, wat is voor mij, wat is niet voor mij. En daar moet je snel in kunnen schakelen. Omdat je anders overspoeld raakt bijna. En, en gewoon door de bomen het bos niet meer uh, ziet. Nou, deze ontwikkeling um, betekent niet dat wij als mens ook zijn uh, mee veranderd. Voor een deel wel, natuurlijk, maar dat is een beetje wat ik met dit plaatje uh, probeer duidelijk te maken. Is, um, nou ja, niet van um, we hebben nog altijd dezelfde oplossing voor een uh, ander probleem. Maar het is wel een goede vraag om te stellen: van ja, de maatschappij is veranderd, maar zijn wij als mens ook anders? Um, voor een deel, misschien. Maar ik denk ook dat we als mens nog steeds met heel veel van dezelfde dingen worstelen. Anders hadden we ingewikkelde ja, uh, problemen zoals ja, hoe communiceer je nou duidelijk met elkaar al lang opgelost. Maar dat zijn nog steeds dingen waar we mee worstelen. Um, dus ik denk dat het goed is om daar rekening mee te houden. Dat je als mens. Um, ja, het is een heel complex geheel. En het is goed om kritisch naar problemen te blijven kijken. En elk probleem uniek te behandelen. Komen we bij het onderwijs. En dit ligt altijd een beetje gevoelig. Want als er iets is in het onderwijs, dan is het wel dat niets hetzelfde blijft. Continu. En daar kun je ontzettend moe van worden. Um, er zijn mensen die vinden het heerlijk uh, om elke keer weer iets nieuws te doen. En er zijn mensen die vinden het heerlijk om zo lang mogelijk hetzelfde te blijven doen. En nu zijn er dus de 21st Century Skills. En die vragen. Volgens, uh, volgens een grote groep mensen, om een vernieuwing, een verandering. Want we moeten er iets mee. En kinderen nu worden um, ongelooflijk uh, achterhaald uh, onderwezen en komen straks terecht in de maatschappij met allerlei banen waarvan we niet eens weten wat het zijn. En um, ja, daar moeten we ze op voorbereiden. Hoe moeten we dat nou vormgeven? Ik kwam een interessant blog tegen van John Spencer, september 2015, over die 21st century skills. Um, en hij gaf aan hoe hij bepaalde trends ziet komen en gaan. En dat, dat dingen die vroeger uh, uh, helemaal fantastisch waren, die zijn tegenwoordig verschrikkelijk en andersom. En dat lijkt een soort uh, cyclus in te zitten. Um, en hij benoemt in zijn blog acht verschillende dingen waarvan hij denkt, ja, die waren vroeger fantastisch, maar tegenwoordig. Uh, uh, wordt er een beetje op neergekeken, maar die lijken ook wel weer in, um, in opkomst te zijn. En um, die wil ik graag delen, want ik denk dat daar hele rijke ideeën in zitten van um, waar we in het onderwijs concreet iets mee kunnen. En ik denk dat we daar aan de ene kant vorm mee kunnen geven aan die 21st century skills, zonder door te slaan naar alles moet digitaal. En de eerste wat hij zegt is um, sketchnoting. Het maken van aantekeningen. Het maken van aantekeningen. Er wordt van gezegd: het is verschrikkelijk en dat moet je niet doen. Want het leidt alleen maar af van wie er aan het praten is. Maar sketchnoting. Het maken van dit soort prachtige tekeningen. En hier zie je een sketchnote van sketchnoting. Um, is ineens heel populair. En uh, je ziet steeds meer mensen. Zie je dit soort prachtige dingen maken. En er wordt gezegd dat dit inspirerend is. En dat dit heel goed is voor jouw hersenen. Om informatie op te slaan. Um, dus. Probeer het eens dus uit, zou ik zeggen. Ga eens sketchnoten of laat leerlingen eens sketchnoten. Een ander ding wat John Spencer noemt is maak-educatie. Maak-educatie om daadwerkelijk weer. Uh, met je handen bezig te zijn en zelf iets te creëren. Het is iets wat uh, vroeger heel populair was. Vervolgens is het een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar het is weer een opkomst. En we moeten er iets mee. Want je gaat zo anders nadenken dan als je alleen maar in je hoofd blijft nadenken. Maar nu ga je dingen uitproberen, prototypes maken. Um, en je gaat uh, tegen frustraties aanlopen. En die moet je weer oplossen. Daar moet je iets mee. Het gezelschap of uh, het stage lopen in feite is er ook uh, een, een voorbeeld van. Meer in de praktijk bezig zijn. Um, niet alleen theorie, maar ook praktijk. En misschien wel juist praktijk. Met natuurlijk goede begeleiding van een meester die meekijkt, die bijstuurt, bijschaft, helpt, uitlegt, corrigeert, complimenteert enzovoort. Hoe belangrijk is het om de vrijheid en ruimte te krijgen om datgene wat je moet doen in een authentieke situatie uit te proberen. Als vierde noemde hij kinderen moeten meer werken in de tuin. Op school, thuis, maakt niet uit, maar laat ze lekker vroeten in de tuin. Want je gaat ervaren hoe het leven werkt. Van niets ontstaat iets. En je, en je gaat zaadjes planten en je gaat de seizoenen meemaken. En je leert dat van hard werken, dat er opbrengsten komen. Um, en dat is zo inspirerend en prachtig om te doen. En het geeft je een veel beter um, zicht op ja, hoe de wereld om je heen werkt. Dus schooltuinen. Als vijfde zegt hij: Kunst is belangrijk. Als mensheid zijn wij dol op kunst. Gewoon kunst omdat het mooi is. Kunst omdat we het kunnen. Omdat het kan. Om iets te maken zelf wat uniek is. Wat je mooi vindt. Zonder dat je dat per se kan uitleggen, maar je vindt het gewoon gaaf. En hoe mooi is het om daar ruimte en aandacht voor te hebben? Um, en wat doet dat wel niet voor je persoonlijke vorming? John Spencer in zijn blog dus zegt we moeten meer ruimte krijgen voor creativiteit, creëren, kunst. En ik denk dat deze de zesde heel veel mensen zal aanspreken. Tijd voor pauze, tijd voor afstand, uh, rust kunnen nemen, tijd om te kunnen reflecteren op waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Tijd om ook in de pauze te genieten van het niets doen, even helemaal. Leeg. En je zal zien dat dat ontzettend ten goede komt aan waar je mee bezig bent voor en na de pauze. Als zevende um, geeft hij aan dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven: echt gesprek. Mobiele telefoons weg, geen afleiding, elkaar aankijken, elkaar laten uitpraten, naar elkaar luisteren. En op de inhoud met elkaar discussiëren, in debat, uitwisselen van mening, hoe je het wil noemen. Maar we moeten weer met elkaar echt contact gaan maken. En als laatste zegt hij: Wat prachtig was het dat we vroeger dingen leerden op school waar we daadwerkelijk iets aan hadden. Um, als we klaar waren met school en, en, en voor vrouwen noemt hij de de huishoudschool en voor jongens de, de woodshop. Um, dat is in Nederlands ja, handen bij het lokaal zeg maar, waar je vanuit hout uh, en dingen allerlei dingen kan maken. Um, je ziet uh, de rode draad door zijn uh, betoog. We moeten meer maken. We moeten meer praktisch bezig zijn. We moeten performaal uh, getraind worden. Um, en dat zijn overstijgende vaardigheden waar we eigenlijk meer behoefte aan zouden moeten hebben in ons onderwijs of om onze kinderen mee te geven. En als je dit zo ziet, dan, in ieder geval bij mij kwam meteen de vraag uh, naar voren, van ja, is er eigenlijk überhaupt nog wel iets nieuw? Alles is toch al bedacht. Die, zo, die zogenaamde, of die, die 21st century skills, ja, die zijn niet echt nieuw, maar de maatschappij is wel anders. Um, Tegelijkertijd zijn er ook dingen die echt nieuw en baanbrekend zijn, waarvan we nu nog eigenlijk niet precies weten wat dat inhoudt, of we beginnen daar een beetje vorm aan te geven. Nou, ook hier, ik heb dingen niet zelf bedacht, maar ik heb dankbaar gebruik gemaakt van uh, een aantal blogs. In een blogpost van uh, Paul Kirshner, oktober 2015, verwijst hij naar Sharon Favreau, die um, naar die 21st Century Skills heeft gekeken en gezegd: nou, eigenlijk kan ik drie dingen onderscheiden die Echt nieuw zijn of die uh, ja, niet eerder bestonden, en de eerste daarvan is informatie management. Zijn we nog als mensen in staat om uh, met al die informatie om te gaan en ook daadwerkelijk de informatie boven te halen die we nodig hebben? Um, en op wat voor manier dan ook. Uh, dat is een vaardigheid die uh, we moeten trainen, die we moeten oefenen en die we kunnen ontwikkelen. Een andere vaardigheid die we nodig hebben is omgaan met alle kennis die er is en goed kunnen afstemmen, samenwerken met anderen. Want de projecten die we doen, die zijn grootschalig vaak. En die vragen om afstemming. En we moeten goed die samenwerking kunnen doen, anders loopt het mis zoals je hier ziet. En de laatste die Sharon aangeeft is publicatiemanagement. Het is tegenwoordig zo laagdrempelig uh, dat, dat uh, elke chimpansee in feite alles online kan gooien. Um, maar dat betekent ook dat je daar bewust van moet zijn. En uh, dat je aan de ene kant moet weten: van, um, wat, wat betekent het nou dat nou dat iedereen alles maar kan publiceren? En wat is nog de waarde van iets? Wat is de betrouwbaarheid van iets? Um, en hoe kan je er zelf weer als, als uh, prosumer, hè, als, als actieve gebruiker. Um, uh, hoe kan je dat benutten? Hoe kan je dat uh, ten behoeve van jezelf inzetten? Uh, dat is iets dat moeten we ook kinderen leren. Nou, best veel onderzoek is er naar gedaan, of, of is er aan de uh, nu lopende naar die 21st century skills. En zo en, en is op dit moment zelfs helemaal aan het uitwerken in, in leerlijnen voor het, uh, voor het onderwijs. Maar wat in elk geval buiten kijf staat, is die 21st century skills, die vaardigheden, um, ze komen er niet bij. We doen ze al, alleen ze moeten op een rijke manier vervlochten worden in het bestaande onderwijs. We moeten de puzzelstukjes zo kunnen leggen dat we rijk, betekenisvol onderwijs creëren. Um, waarbij kinderen daadwerkelijk leren om de wereld voor een deel naar hun hand te zetten. He? Waarin ze leren om grip te krijgen op de dingen. En um, ik denk dat dat uh, een van de beste dingen is die we ze kunnen meegeven in het onderwijs. Kinderen worden over het algemeen steeds slimmer. Steeds intelligenter, dat noemen ze ook wel het Flynn effect, uh, komt onder andere in het boek Schermgaande Jeugd van uh, Patty Valkenburg naar voren. Ze scoren hoger op intelligentietesten en uh, de vraag is van hoe kunnen we nou voor zorgen dat dat benut wordt. En dan komen we eigenlijk weer bij het begin uit van um, hoe stuur je nou kinderen aan en hoe zorg je dan dat uh, datgene wat je wil dat ze leren, dat ze dat ook leren. En uh, dat doe ik aan de hand even van uh, dit sprookje, um, waarbij uh, de volgende uh, zes stappen waarschijnlijk bekend voorkomen, maar het kan geen kwaad om er nog eens over na te denken. Als eerste stel ik de vraag: welk sprookje is dit? En um, hoe heet uh, deze sprookjespersoon? Uh, ja. Um, Zoals je waarschijnlijk wel weet is dat Assepoester die aan het vluchten is, omdat het twaalf uur is. Maar dat zijn vragen op het laagste niveau herinneringsvragen. Een interessante vraag is al, um, waarom rent ze weg? Überhaupt, waarom gaat ze niet in gesprek met de prins bijvoorbeeld? Of um, nou ja, uh, kun je uitleggen uh, waarom ze doet wat ze doet? Dat zijn al ingewikkeldere vragen. Uh, andere vragen die je zou kunnen stellen is: um, kun jij uh, uh, je uh, inleven in uh, Assenpoester en kun je dan vervolgens uh, uh, dingen noemen in je eigen leven of van mensen die je kent, van vrienden, waarbij je een soortgelijk iets ziet? Of wat zou jij kunnen leren van Assenpoester hoe je nou wel of niet met problemen zou moeten omgaan? Andere vragen die je zou kunnen stellen van weer een hoger niveau zijn, vergelijk eens vier, vijf sprookjes met elkaar en probeer aan te geven welke parallellen en welke verschillen je ziet. Um, uh, en, en zie je een bepaalde ontwikkeling in, in verschillende sprookjes terugkomen. Op het vijfde niveau van evalueren zou je kunnen vragen, wat is nou jouw favoriete sprookje en waarom kun je dat uitleggen, waarbij je uh, je mening onderbouwt uh, met behulp van uh, een aantal bronnen? En tot slot, schrijf nou zelf een sprookje uh, in de stijl van de Gepoede Schrim of uh, van, uh, van Andersson, uh, waarbij je uh, rekening houdt met hoe zij hun sprookjes schreven en idealiteiten valt niet op dat jouw sprookje uit de toon valt natuurlijk. Nou, als je uh, dat soort opdrachten kan geven, volgens mij moeten leerlingen dan uh, flink aan de bak. Als je het moeilijk vindt om dat soort uh, uh, vragen te bedenken bij, bij verschillende niveaus van de taxonomie van Bloem, want dat, dit is in feite de, de aangepaste taxonomie van Bloem, um, um, heeft um, Churches heeft daarbij geholpen. Die heeft een digitaal component toegevoegd en uh, je zou opdrachten uh, kunnen geven door te beginnen met een van de volgende werkwoorden. En uh, dat helpt dan vaak uh, bij het geven van opdrachten. Ik ga hier doorheen. Als je deze wil lezen, moet je even de video stoppen. Ik kom bij het einde. Uh, die 21st century skills. Um, ik denk dus dat we er wat mee moeten. En um, ik, ik denk dat het goed is om op zoek te gaan naar rijke vormen van onderwijs. En, en de vraag die dat bij mij meteen oproept is: wat is het rendement daarvan? Hoe meten we nou? Wat kinderen leren. En, um, ik ben zelf opleiden op een HBO. En um, wij proberen alles uh, zo inzichtelijk mogelijk te maken. We moeten het meten, want dan weten we het. Uh, ik weet niet of het zo zwart-wit is. Ik weet niet of je alles in, in cijfers achter de komma kan uitdrukken. Um, ik weet niet of je ontwikkeling op een, heel makkelijk in een vijfpuntschaal kunt vastleggen. Of dat je automatisch ieder half jaar een, je een bepaalde ontwikkeling doormaakt. Ik denk niet dat het zo zwart-wit is. Ik denk niet dat de, de waarde of de, de, de toetsing moet liggen in uh, dat soort meetinstrumenten. Uh, of het toekennen van allerlei cijfers. En, en, en helemaal niet productgericht, maar, maar juist meer procesgericht. Um, waar ik veel meer voor voel is: leer nou eens kijken. Leer kijken naar wat je ziet. Want zoveel mensen die, 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 die kijken wel, maar ze zien niks. En uh, dat is ook wat. wat Sherlock Holmes altijd zegt: Ik ben toevallig uh, de, de oude oorspronkelijke werken van Sherlock Holmes aan het, uh, aan het luisteren. Um, en hij zegt elke keer tegen Watson: um, You observe, but you don't see. Maar hij zegt altijd tegen Watson: um, You see, but you don't observe. Um, en dat is de grote valkuil. Um, want als je uh, echt goed kijkt, dan kun je ook. Betekenis daaraan verlenen. Dus leren observeren en dan vervolgens afleiden: wat betekent dat nou? Wat zie ik nou eigenlijk? En welke, uh, uh, welke waarde kan ik daaraan toekennen? Uh, ik denk dat dat iets is wat, wat wij als lerarenopleiders moeten leren, uh, moeten leren aan onze studenten en wat in het onderwijs belangrijk is om met elkaar over te blijven praten. Hopelijk. Leidt het allemaal uiteindelijk tot kritische mensen die goed nadenken en uh, niet klakkeloos alles maar overnemen? Goed, daarmee kom ik uh, aan het eind van, uh, van dit vlog. Ik weet niet of het mijn eerste en enige vlog wordt, of dat er nog meer vlogs komen. Dat ligt ook een beetje aan de reacties uh, op wat ik hier uh, vertel. Nogmaals, dit is niet uh, allemaal in, uh, uh, in steen gegrift, maar het is ook juist om de dialoog aan te gaan. Ik ben ontzettend benieuwd wat je van dit verhaal vond. En um, wie weet, tot een volgende keer.